De Surinaamse brouwerij produceert vanaf nu zelf Heineken bier. In hetzelfde licht heeft het bierbedrijf ook haar nieuw hoofdkantoor in gebruik genomen. Voorafgaand aan het kunnen produceren van het wereldberoemd merk in Suriname, had de Surinaamse brouwerij het verzoek ingediend bij de Nationale Assemblée om de wet bieraccijnzen uit 1955 aan te passen. Deze werd in november 2021 aangepast en de brouwerij begon vrijwel meteen met de voorbereidingen en aanpassingen voor het brouwen van Heineken in Suriname, zegt Reinoud Ottervanger, directeur van de Surinaamse brouwerij. Nou, u weet, de wetswijziging is unaniem door DNA goedgekeurd in november 2021. En toen zijn onze mensen meteen begonnen met de voorbereidingen van deze grote investering. Dus afgelopen maand is er heel veel getest, zijn er materialen gehaald, is er gebouwd, zijn de lijnen gemoderniseerd. Maar met name is het product, want daar gaat het om, het bier, is uitvoerig getest. En we zijn er heel erg trots op dat Surinaamse brouwerij, en dat wisten we natuurlijk al van Parbo, dat is onze nationale trots, maar dat ook dat onze brouwerij gewoon aan alle hoogste kwaliteitsstandaarden voldoet. Dus het Heineken bier gemaakt in Suriname heeft uiteraard dezelfde smaak als in elk ander land ter wereld, maar het is veel verser. Dus het gaat voor u, voor de drinker, nog verser smaak. Dus we zijn hier echt ongelooflijk trots op. Het flesje volgt half november, maar de twee blikjes, de halve liter en deze kleine 300 liter, die zijn vanaf nu in de winkel beschikbaar. Met het zelf brouwen en produceren van Heineken in Suriname laat de Surinaamse brouwerij zien dat zij vertrouwen hebben in de toekomst van Suriname, onderstreept Ottervanger. Hierdoor zullen ook de prijzen van Heineken met ruim 5% worden verlaagd, verzekerde directeur. Suriname biedt daardoor ook lokale productie-exportmogelijkheden naar de omringende landen. Nou, uiteraard draagt het bij aan werkgelegenheid. Wij zijn veel minder afhankelijk, zeker in deze tijden, van allerlei logistieke uitdagingen. Nu komt alles dan moet over zee. Nou, nu zijn we veel meer in controle hoe we het kunnen produceren. Maar met name waar ik ook zelf het meest trots op ben, het is nu veel duurzamer. Dus we hoeven niet meer volle dozen bier over de oceaan. We kunnen het hier nu gewoon maken. Maar ten tweede, in het flesje, daar komt statiegeld op. Dus u weet van de Jogo, daar komt bijna 100% van de Jogo's komen terug en kunnen door ons worden hergebruikt. Bij het flesje Heineken komt ook straks statiegeld en wij rekenen op de steun van onze klanten en consumenten om ook de Heinekenflesjes te retourneren en daarmee te kunnen hergebruiken. Dus veel duurzamer, ook omdat op het flesje gaan wij geen gebruik meer maken van een plastic label. Dus we gaan echt volledig groen in Suriname.